je een slash commando voor botinformatie? Dat laat ik zien in deze nieuwe DiscoBot tutorial. hallo allemaal en welkom terug bij the belgium games vandaag ben ik hier met een nieuwe discord bot tutorial en vandaag in deze video ga ik jullie gaan laten zien hoe dat je een slash commando kunt maken voor botinformatie. zodat je botinformatie kunt tonen mooi in ja zoiets als dit in een mooi embedje dat ga ik jullie vandaag gaan laten zien hoe dat je dus een nieuw slash commando kunt maken dus wat we vandaag gaan laten zien is de naam van de bot, eventueel een afbeelding ervan, de ID, de Discord.js, de node waar die op zit, welke versie dat is, de, hoe lang het is aan het runnen is, hoeveel memory dat die gebruikt, welk platform en je maakt op die datum. Dat ga ik jullie vandaag allemaal gaan laten zien in deze tutorial. Wat je doet, is je gaat naar jouw programmatieomgeving van jouw keuze. En als je trouwens niet weet wat al deze verschillende slash-commando's zijn, al deze gewone commando's en hoe dat je een bot start, raad ik je aan om deze volledige serie te volgen. Van v13 bar. We gaan een keertje gaan beginnen met een nieuw slash commando aan te maken. Rechtermuisknop, op nieuw file. En ik noem deze botinfo.js. Als ik het juist kan typen, natuurlijk. Hier gaan we de basiscode gaan binnenhalen van ping.js. Dat is de eerste video, denk ik, van al de verschillende slash commando's. De, de commando en alle code gaan we zo dadelijk gaan aanpassen, maar we moeten eerst nog een hoop extra dingen gaan binnenhalen voordat we ons embedje kunnen gaan maken. Als eerste ga ik moment binnenhalen. Ik maak een constant aan. Moment is gelijk aan require en dan vervolgens moment. Moment. Ja, dat is het eigenlijk. En dan punt, kom maar niet vergeten. Wat het is: Moment is eigenlijk een, een, een soort van conversietool. Om eigenlijk een lange tijd in milliseconden om te kunnen gaan vormen naar een bepaalde datum van dagen, uren, minuten, seconden. Daarvoor gaan we Moment gaan, gaan gebruiken. Ook wil ik van Discord zelf wat dingetjes extra gaan ophalen. Dus ik maak een constante aan. Constante, maar deze keer maak ik gebruik van deze gekrulde haakjes. Zoals hier de slash common builder van Discord.js: builders. En hier ga ik version, message. Embed. let goed op dat je bij je message en bed, oh als ik het juist kan schrijven, dat je bij je message en bed dat je goed oplet met de, de M als hoofdletter en de E als hoofdletter is vrij belangrijk. Is gelijk aan require, haakje open, haakje dicht, onze Discord.js, die hebben we daar namelijk voor nodig. Waarom doe ik niet constante message of doe ik constante Discord is gelijk aan require Discord.js? Heel eenvoudig, Discord.js is de volledige bibliotheek van Discord. Maar ik heb er alleen maar de versie van nodig en het deeltje van Message Embed. Alleen maar voor deze slash-commando. Dus daarom dat we dit op deze manier gaan ophalen. Dan haal je eigenlijk kleine stukjes van de volledige bibliotheek af. Je gaat dus in de bibliotheek naar deze twee kleine boeken gaan zoeken. Ook moeten nog constante OS, is gelijk aan Require, vervolgens tussen haakjes OS. En wat dit eigenlijk inhoudt is vrij simpel. Dit is jouw OS-systeem, jouw operating system waar de bot op staat. Kunnen we eigenlijk gaan uitlezen voor daar extra informatie uit te krijgen? Vervolgens gaan we onze moment ook nog eventjes aanpassen met moment local. Is gelijk aan, oh nee, dit is gelijk aan. Haakje open, haakje dicht tussen enkele of dubbele quotes en L. Heel eenvoudig, heel eenvoudig, zodat we de taal van de datum instellen op Nederlands, zodat we geen Amerikaanse datum krijgen. Oké, okay, laten we gaan beginnen aan het commando. Boven onze data gaan we als eerste weer, zoals in de vorige tutorials, even een categorie gaan toevoegen met category. En dan vervolgens dubbelpunt. En hier kan je een naam meegeven. Ik ga hier general meegeven met een komma. Dan onze commando gaan we hernoemen naar natuurlijk bot-info. En onze beschrijving kunnen we aanpassen naar bijvoorbeeld laat alle info's zien... Van de bot of over de bot. Je, je kiest zelf wat je daarvan wilt zetten. En deze interaction reply halen we hier tussenuit. Wat ik nu als eerste wil doen is gaan ophalen ja eigenlijk hoe lang de bot al actief is. En daarvoor gaan we deze moment gaan gebruiken. Dus ik ga hier een let aanmaken met duration. Let duration is gelijk aan moment.duration. En wat we met duration kunnen doen, dat is eigenlijk de lengte in tijd. Dus we gaan eigenlijk de lengte... Nee, we gaan de lengte nemen in de tijd, in milliseconden, die we daarna moeten gaan omvormen naar natuurlijk dag, maanden, weken, weet ik veel nog wat. Dus moment.duration, haakje open, haakje dicht, client.uptime. Met client.uptime kunnen we eigenlijk weten hoe lang dat deze al ja, leeft. En vervolgens moeten we deze gaan formateren, dat doen we dan met format, haakje open, haakje dicht, is gelijk aan, en hier kun je zetten wat je namelijk wilt, bijvoorbeeld d, dan vierkante haakjes. Hier gaan we dagen inzetten. Dan een komma met h, spatie. En hier zetten we bijvoorbeeld uur, komma. Hier gaan we van da dagen, uren, dan minuten, spatie. En hier gaan we min zetten van minuten. Vervolgens weer een komma, dan S, spatie en dan seconde van seconde. En de punt comma, niet vergeten. En dit gaat er eigenlijk al voor zorgen dat de hele lange tijdsnotatie omgevormd wordt naar een leesbare tijd. Vervolgens gaan we het embedje gaan aanmaken. En zoals ik op het voorbeeld al heb laten zien, gaan we zo'n embedje aanmaken met hier als eerste de foto en de titel. Dan deze regel, deze regel en dan die regel. Hoe doen we dat? Ja, eigenlijk vrij eenvoudig. Maak een embedje aan, let embed, natuurlijk de naam kiezen. Zelf, is gelijk aan nieuw dan ons message embed en hiervoor moeten we niet Discord bijzetten want we hebben van de Discord al het message embedje opgehaald dus we kunnen gewoon nieuw message embed meegeven haakje open haakje dicht en dan doen we een punt set color we gaan bijvoorbeeld een kleurtje meegeven um, neem bijvoorbeeld ik denk dat ik daar in het voorbeeld rood heb meegegeven dus dat ga ik ook eventjes meegeven als rode kleur dan kunnen we een foto'tje meegeven als thumbnail. En dat doen we met behulp van Set Thumbnail. Dat zit natuurlijk in onze client. Daar de gebruiker van. En dan Display. Avatar URL. En deze foto die moeten we natuurlijk gaan verkleinen met behulp van size. Haak open haakje dicht, van die gekrulde haakjes. Size, dubbelpunt gelijk aan 4096. Dat is wel degelijk een mooie en goede lengte. Vervolgens kunnen we een titel meegeven. En in onze titel gaan we de titel van de bot zetten. Geen timer, dat ben ik aan het typen. Set title. En in deze titel zetten we dus de titel van de bot. En dat doen we heel eenvoudig. Client.user username, als ik het juist heb geschreven ja, username met allemaal kleine letters en dan kunnen we gaan beginnen met al die veldjes te gaan meegeven en dat gaan we dus doen met een hele hoop verschillende veldjes, we doen als eerste addfield, oh, punt, add field. en hier gaan we natuurlijk eerst de benaming van het veld zetten en in dit voorbeeld is dat het id id, dubbel punt dan hier een comma, en dan moeten we het id meegeven, dat is onze client punt, user, punt, ID, heel eenvoudig. En vervolgens ga ik hierachter true zetten. zodat alles mooi achter elkaar wordt gezet en niet onder elkaar. Natuurlijk met een maximum dat Discord zelf opgeeft. Dan wil ik ook weten welke Discord.js-versie ik heb. Dus we doen weer punt-ad-field. We gaan hier bijvoorbeeld Discord.js zetten, dubbel punt, een komma. Dan vervolgens doen we op deze manier gaan we de versie gaan ophalen. Dat doen we met die speciale haakjes. Staan hier ook onder in de beschrijving. Dollarteken gekrulde haakjes. Oh, dollarteken gekrulde haakjes. Ik ga hier eerst een V zetten van versie en dan kunnen we de versie gaan ophalen. Hoe we deze ophalen is heel eenvoudig dat is namelijk hier met version. dus dan zetten we hier version en dan ga je automatisch uit Discord.js de versie halen van Discord.js, komma true zodat het allemaal mooi op een lijntje staat. at fields. we gaan weer opnieuw gaan beginnen en deze keer gaan we bijvoorbeeld onze Node meegeven. je hebt Discord.js maar ook Node.js en welke versie is deze? daarvoor gaan we eentje gaan gebruiken die hier eigenlijk nergens van boven tussen staat. we doen namelijk comma. en dan doen we weer die speciale haakjes kunnen we namelijk gaan gebruiken. Als, als ik ze juist zet, die speciale haakjes kunnen gaan gebruiken. En dan gaan we weer ons dollarteken, die gekrulde haakjes, en hier typen we process dan vervolgens.version. Jouw proces is eigenlijk jouw processie, die ervoor zorgt dat je bot ook kan runnen, en weet ik veel nog wat. Het is eigenlijk jouw proces die we gaan opvragen om jouw bot te kunnen runnen. Dus we doen process.version. En vervolgens gaan we ook weer een commentje erachter zetten met. true. Eventueel kun je hier nog iets voor zetten, maar dat gaan we nu niet gaan doen. We doen dan weer add field. Vervolgens kunnen we ons platform opgeven. En welk platform runt deze bot? platform, comma. en dan gaan we ook weer die speciale haakjes opgeven met dan weer dollar teken gekrulde haakjes. En dan typen os.platform, haakje open, haakje dicht, true. En dan kunnen we weer een veldje toevoegen en dit keer is het ons operating system wat we hebben opgevraagd. field, wat gaan we nog gaan toevoegen buiten ons platform? We kunnen bijvoorbeeld onze uptime opgeven, van hoe lang is onze bot al aan het bollen? Uptime, comma. Ge onze oh, speciale haakjes, doorteken, gekrulde haakjes en dan onze duration van hierboven. Die gaan we namelijk gaan opgeven. Oh natuurlijk moet hier nog een dollarteken voor. En dan kunnen we hier als laatste ook nog weer komma zetten. En dan kunnen we nog twee veldjes meegeven. Add field bijvoorbeeld hoeveel geheugen deze heeft gebruikt. Memory gebruikt. Dan ik ga weer een komma zetten. Weer die speciale haakjes met dat dollarteken en die gekrulde. Het blijft altijd hetzelfde. En hier gaan we iets speciaals gaan doen, wat ik eventjes moet aflezen, want dat is een beetje ingewikkeld. We doen namelijk nog opnieuw een haakje open. We typen process, punt. Dan vervolgens memory usage. Dat is jouw ja, jou gebruikte geheugen. Dan haak je open, haakje dicht. Punt, heap. Used. En wat is het nu allemaal? Even aflezen. Dat is het daadwerkelijke geheugen dat wordt gebruikt tijdens de uitvoering van het proces. Dus hoeveel hij daadwerkelijk gaat gebruiken voor het verhard verwerken van jou, al jouw verschillende commando's. Maar. Dit gaat, hij gaan geven, niet in, uh, ja, dit gaat hij laten tonen in bytes, maar wij willen het in MB laten tonen. Dus daarom moeten we nog iets anders gaan doen. En wat moeten we gaan doen? Heel eenvoudig, hier moeten we gedeeld door 1024 gedeeld door 1024. Nu vraag je je misschien af, Jens, waarom is dat? Ja, dit gaat bytes geven. Om naar MB te gaan, moeten we eerst van bytes naar kilobytes. 1024 naar kilobytes. Vervolgens terug eens 1024 voor naar MB te gaan. Want deze heap used is eigenlijk een binary. En een binary hebben we 1024 bytes voor 1 MB. Voor 1 KB moet ik zeggen. Ja, dat was het. Dus daarom gebruiken we 1024 en niet gedeeld door 1000. Ja, misschien een beetje ingewikkeld, maar ik heb het geprobeerd zo goed mogelijk uit te leggen. En vervolgens kunnen we nog een extra veldje toevoegen. En dit gaat dan bijvoorbeeld wanneer deze aangemaakt is geweest. Dus. Gemaakt op. Oh, gemaakt op. <laughs> gemaakt op. Dan terug een comma. Oh, hier kunnen we trouwens ook nog een comma met true achterzetten. Zodat het op een lijntje blijft. Gemaakt op. En hier kunnen we bijvoorbeeld meegeven. Als volgende die speciale haakjes weer. Moment. Gaan we terug gaan gebruiken. Om dat te gaan hervormen naar een correcte datum. Client.user.com. ...created at. Dus wanneer is deze aangemaakt? We gaan deze gaan formatteren met behulp van .format. En we gaan hier ll tussen zetten. Wat doet die ll? Die ll gaat eigenlijk heel eenvoudig het op deze manier gaan laten tonen. Je kunt trouwens alle formaten online opzoeken... ...als je het eventueel wilt aanpassen. En de puntkomma, die zetten we daar ook nog een keertje. Natuurlijk moeten we dit nog verzenden. Dat is eigenlijk het makkelijkste van het hele proces. Dus await... Dan interaction.reply. Reply. Oh, Haak je open haakje dicht. Die vierkante haakjes. Ging gekru oh, gekrulde haakjes, jawel, ik was toch juist. En dan embeds. Dubbelpunt. Dan vierkante haakjes. Ons embed dat ertussen moet. Met de puntkomma komma daarachter. En als we dat hebben gedaan, kunnen we de bot een keertje opstarten. Rechtermuisknop op de bot. Open an integrated terminal. NPM. Start. En we laten deze opstarten. Is warm. <laughs> Laten we een keertje naar Discord gaan en hopelijk werkt alles. slash bot info. Je ziet het, ja, je, jullie zien. Uh. Ik heb hier al twee opstaan, eentje is van mijn gewone en eentje is van de YouTube-serie. Dus deze neem ik, ik klik op enter en hoppa, daar is die met alle gegevens. Dit is het ID, dit is de versienummer, dit is de nooit waar die op deze is al 25 seconden actief. Hoeveel geheugen dat hij gebruikt staat zonder, uh, dat klopt niet. En de datum, hm, dat moet je even nakijken. Natuurlijk, ik ben nog iets vergeten. Achter deze comma en voordat je het rode haakje doet een punt... To vervolgens to fixed gaan we gebruiken. Haakje open, haakje dicht. Twee, zodat het twee getallen naar de comma is. Dat leest het een beetje beter. En ik ga hierachter ook nog bij zetten mb. Um, dan moet het volgens mij met kleine letters. Want anders heb je, anders heb je zeker een andere. Ik wil het niet meer reëus, ik ben het eventjes kwijt. Maar dat ga ik er eventjes achter zetten. Gaan we dan opnieuw het commando uitvoeren met slash bot info de juiste bot, we klikken op enter, dan is het nu wel degelijk twee getallen na de komma. Dat is al een pakje beter. Wat hier gebeurt, dat weet ik niet. Dat is wel heel veel. Maar je ziet het dus 29,69 MB wordt er op dit moment gebruikt. En zo heb je heel simpel en eenvoudig een botinfo/slash botinfo /bot commando gemaakt voor jouw Discord bot. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Doe dan zeker was dat duimpje omhoog. Raak al een keertje dat abonneerknopje aan en vergeet ook niet dat ja dat een keertje aan te gaan. Ah, dat je een keertje aan te raken Want dan krijg je een notificatie Wanneer er video's online komen Maar mijn naam is Jens En ik zie jullie bij een volgende video Doei